Ik zal helpen. Is het al beter, Cox? Ja. Doet dat goed, hè? Doet dat goed, hè? Ja. Goedenavond en dag. Femke. En u nog? Verstuift. Femke Verstuift is vanavond onze ster van de avond. Voor de nieuwkomers onder ons, Femke, dus bij de jeugdploegen hebben we altijd een onschuldige hand. Ik heb daar altijd discussies over met de coach, maar dat ga ik vandaag niet doen. Ik mag niet als voorspelbaar worden, coach. Nee. Dus een onschuldige hand trekt iemand en vandaag is dat Femke Verstuift en die mag eigenlijk de voorbereiding meemaken van vandaag. Dus dat is begonnen om 5:30, denk ik. Waren we op tijd? Ja. Femke was op tijd. Dat begint al goed. Ik heb enkele spelers te laat zien komen trouwens, coach. Ik zeg dat gewoon maar. Hè. Dat is 50 euro te laat. Nee, zoveel verdienen ze nog niet. Oké, je moet harder hun best doen dan. Femke, zo'n voorbereiding, wat is dat juist allemaal? Kan jij dat even kort vertellen aan de mensen hier? De drinkbussen klaarmaken. Masseren. Excuseer. Masseren. Ja. Heb jij zelf moeten masseren? Ja. En welke benen heb jij mogen masseren? Een schouder. Een schouder. En de schouder van wie? Van de nummer 10. De nummer 10. De nummer 10, wie is dat in het boekje nummer 10? Wie kan dat zeggen? Johan. Johan Cox. Oei, heeft hij problemen met zijn schouder? Zijn schouderblad. Zijn schouderblad, excuseer mij. Ja, zeg, en buiten dan masseren, want we wijken een beetje af. Wat hebben ze nogal moeten doen? De drinkbussen uitkuisen en vullen. Luisteren naar de trainer wat hij heeft te zeggen tegen de spelers. Zeg eigenlijk, hij staat er niet bij, die hoort dan niet. Hè. En wat heeft hij zo gezegd? Hoe gaan wij spelen? Weet je dat? Dat was in het Engels, dus ik kan dat niet verstaan. Okay, slim gezien van de keus. Volle 4-4 spelen. Ja. Zeg, Femke, heb jij zo'n een favoriet in de eerste ploeg? Martijn. Martijn, en u nog? Wacht, hè. Colson? Colson, ja. Zeg, en waarom Martijn Colson? We hebben daar training van gehad en die was aan het jongleren met drie ballonnetjes en dat vond ik wel cool. Dat is ook wel cool, natuurlijk. Hè? Zeg, en speelde jij ook hier bij ons? Ja. En waar speelde jij ergens? In de Premier. Premier, zeg, en heb je al gewonnen van het seizoen? Ja, al veel. Alles eigenlijk? Nee, dat niet. En hoeveel ze staan? Dat weet ik niet. Nee, zes. Ze staan zesde, dus toch een applaus natuurlijk. En Femke, wat gaat er nu nog doen? Opwarming waarschijnlijk? Ik denk het wel. En wat nog? Roepen, ja. En de opslag waarschijnlijk? Ja. Zijn jij klaar voor de opslag? Een beetje. Femke zal het wel goed doen, we gaan ze straks terugzien natuurlijk. Geef ze nog een daverend applaus. Ster van de avond. Riva, riva. Hey!
zal Femke Versnijp deze mandbal opslaan.